Mentale gezondheid is enorm belangrijk voor onze levenskwaliteit, maar heeft ook heel belangrijke economische implicaties. De OESO, een internationale denktank, heeft becijferd dat de factuur van psychische problemen jaarlijks oploopt tot ongeveer 4% van het BBP, wat voor België neerkomt op 22 miljard euro per jaar. Dit enorm bedrag omvat directe en indirecte medische kosten van psychische aandoeningen, maar houdt ook rekening met het feit dat mensen met allerhande psychische problemen minder economisch actief zijn, dikwijls niet werken, deeltijds werken of ook veel minder lang werken en eerder op pensioen gaan. En uiteindelijk is natuurlijk ons menselijk kapitaal de basis van een moderne economie. Dus als we een deel van onze bevolking niet economisch kunnen integreren, heeft dit voor onze maatschappij heel grote implicaties. Zeker vandaag met een grote schaarste aan arbeid in alle belangrijke economische sectoren. Een sterk preventiebeleid kan natuurlijk voorkomen dat heel veel mensen uitvallen in onze arbeidsmarkt als gevolg van onder andere psychische aandoeningen. En dit moeten we ook doortrekken naar jongeren, want jongeren met psychische problemen hebben bijvoorbeeld 29% minder kans om door te stromen naar het hogere onderwijs, wat op zich ook andermaal hun latere tewerkstellingskansen hypothekeert. Dus een zeer, laten we zeggen, mobiliserend preventiebeleid ten aanzien van de mentale gezondheid heeft per definitie een belangrijk economisch rendement op middellange en lange termijn. Dan komt natuurlijk de vraag, hoe ziet zo'n mobiliserend preventiebeleid eruit? En dan moeten we erkennen dat we hierin niet echt heel veel ervaring hebben. We hebben al heel lang een zeer passief preventiebeleid, waar je zelf onder andere zoekt naar allerhande informatiekanalen en zelf aan de slag gaat met deze informatie. Dat is eigenlijk de essentie van het beleid rond de chronische aandoeningen. Denk aan hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2, maar ook overgewicht. En dus uiteindelijk laten we veel aan de burger zelf over om zichzelf, laten we zeggen, te transformeren naar een meer optimale gezondheid. Dat beleid heeft voordelen, maar ook zeer belangrijke beperkingen. Nu, in zaken mentale gezondheid zijn er nog grotere uitdagingen dan in het preventiebeleid ten aanzien van de chronische aandoening. Om de simpele reden dat die psychische problemen zijn zeer complex te vatten. Er is geen echte duidelijke pathogenese van de belangrijke psychische problemen. We weten ook dat heel veel diagnoses achteraf verkeerd blijken te zijn. En dus het is een veel moeilijker oefening dan in vergelijking tot wat te doen bij hart- en vaataandoeningen of diabetes type 2. In dat laatste geval weet je, met een gezonde voeding, met voldoende beweging, beperkte alcoholconsumptie en niet roken, kom je al enorm ver ten aanzien van die klassieke aandoeningen. Dat is niet het geval voor de psychische aandoeningen die in dikwijls een totaal andere aanpak natuurlijk noodzaken. Dus die zoektocht naar het optimale preventiebeleid, die is nog steeds volop gaande en die gaat ergens moeten landen. En waarschijnlijk gaat een deel van het finale formaat zeker en vast gekoppeld worden aan de schoolomgeving. Als we praten over preventie ten aanzien van jongeren, om een paar evidente redenen. Jongeren zijn zeer lang en zeer intens aanwezig binnen de schoolomgeving. Maar we moeten ook hier pragmatisch en realistisch zijn. Een deel van de jongeren is absoluut niet betrokken bij het schoolse gebeuren, is absoluut niet gemotiveerd, blijkbaar ook. Dat blijkt ook uit de studies van de OESO, de PISA-studies, waaruit dus eigenlijk komt dat 40% van de jongeren absoluut niet ambitieus of geëngageerd is ten aanzien van het schoolgebeuren. Als we dan een interventie gaan loslaten in zo'n schoolcontext, kan ook daarvan de impact eigenlijk sterk tegenvallen. Nu, het goede nieuws is natuurlijk ook wel dat de meeste van de jongeren gelukkig geen psychische problemen hebben. Wat betekent dat interventies die zich richten naar onder andere depressieve gevoelens of angstgevoelens natuurlijk zeer selectief moeten worden ingezet. Dat heeft geen enkele zin om ermee iedereen te confronteren in een schoolse omgeving. De meer algemene gezondheidsbevorderende interventies zijn natuurlijk wel zeer belangrijk en die kan je algemeen inzetten. Daar kan iedereen iets van oppikken en daarmee ook zelf aan de slag gaan.
We weten ook uit literatuur dat vooral in scholen met een meer activerende leerhouding, meer activerende leerroutines, dat daar dat soort interventies vlotter worden opgepakt. Dat ook jongeren meer vertrouwd zijn met dat soort aanpakken. Dat kan zeker en vast worden meegenomen in algemene aanbevelingen. En dus uiteindelijk moeten we ook wel hier erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is. Er is vandaag geen top 10 van de meest effectieve interventies die altijd gegarandeerd tot succes gaan leiden als we deze loslaten in een schoolcontext. Hè. Dat komt omdat eigenlijk elke schoolcontext is uniek en je moet dus eigenlijk maatwerk leveren met die interventies. En dus daarvoor moet de nodige tijd worden uitgetrokken om dat effectief te kunnen gaan realiseren op wat heet de schoolvloer of de werkvloer. Nu, ondanks het potentieel van interventies in de schoolcontext, moeten we ook heel goed beseffen dat als we zo kijken naar jongeren met hun psychische problemen, dat we dan een zeer strikt medisch en individualistisch perspectief hanteren. Dat klinkt waarschijnlijk heel logisch, maar we moeten goed beseffen dat de bron van heel wat psychische problemen dikwijls simpelweg armoede is, chronische stress, of een zeer gebrekkige huisvesting, of gezondheidsproblemen. En dus uiteindelijk, veel van die oorzakelijke factoren, dat zijn maatschappelijke problemen. Armoede is een maatschappelijk probleem. De beste psychiater kan armoede nooit oplossen, natuurlijk op het individuele niveau. Dus wij moeten ook meer denken vanuit wat kunnen we doen met sociaal beleid. Hoe kunnen we sociaal beleid gebruiken als een hefboom die mensen ook versterkt, hè, die ook de mentale gezondheid versterkt. En dus op die manier kijken naar de mentale aandoeningen is zeer relevant en is complementair ten aanzien van de strikte medische individualistische benadering waarbij de depressie uw eigen probleem is en de angsten uw individueel probleem blijven eigenlijk. Als je dan praat over veerkracht, dat kan je, laten we zeggen, versterken op het individuele niveau. Je kan mensen bijvoorbeeld anders leren denken over hun dagdagelijkse problemen. Dat kan zeker en vast een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Maar je kan ook veerkracht zien als een soort collectieve grondstof, waarin dat we door onze beleidskeuzes ervoor zorgen dat mensen meer buffers kunnen opbouwen om te kunnen omgaan met onverwachte omstandigheden, met bepaalde problemen. En dus een van die belangrijke buffers is simpelweg dat we in onze maatschappij het aangaan van goede interpersoonlijke relaties sterk ondersteunen. Niet alleen natuurlijk in de schoolcontext, maar ook in de ruime maatschappij. Dat mensen genoeg met elkaar kunnen praten, met elkaar in contact komen, elkaar ook kunnen proberen te helpen. Dat we niet als individuutje in onze eigen kamer continu blijven en in isolement eigenlijk onze eigen angsten ondergaan, bij wijze van spreken. Dus we moeten echt wel, hoe we onze maatschappij vormgeven, wat meer bekijken vanuit wat zijn daarvan de mentale implicaties op lange termijn. Hè. Daar kunnen we zeker en vast nog veel aan doen. Ook weten we dat dingen zoals chronische onzekerheid nefast zijn voor het organisatievermogen van individuen. Dus maatregelen die de financiële onzekerheid kunnen milderen zijn denk ik zeer belangrijk in een zeer sterk sociaal beleid. En we weten ook dat wie leeft, jammer genoeg, in een huurwoning van zeer slechte kwaliteit, met vochtproblemen, met weinig comfort, heeft het ook zeer moeilijk. En dan kunnen we ook kijken naar het huisvestingsbeleid. In een paar landen is men zeer ambitieus. Wil men kwalitatieve woningen echt toegankelijk maken, ook voor de lagere inkomens? Dat heeft een kost natuurlijk, maar heeft enorm grote terugverdieneffecten. Omdat dankzij het goed kunnen wonen, heb je ook minder risico's op mentale aandoeningen, maar ook de klassieke gezondheidsaandoeningen. Dus het huisvestingsbeleid is denk ik ook een heel belangrijk element, hè, om dus maatschappelijk veerkracht aan te sterken. Daar wordt iedereen op termijn ook beter van. Dus uiteindelijk, waar we naartoe moeten gaan, is wellicht een combinatie van werken op veerkracht op het individuele niveau met werken aan veerkracht op het maatschappelijke niveau via sterk sociaal beleid, waarbij altijd wordt nagedacht over de mentale gezondheidsimplicaties van dit beleid. Een paar landen zijn erin al heel ver aan het gaan, hè. Zijn pioniers. Denk aan het Verenigd Koninkrijk. Heeft enorm geïnvesteerd de afgelopen 10 jaar... in een sterk gezondheidszorgbeleid in zaken mentale issues. Maar wat blijkt nu?
dat voorlopig het aandeel van jongeren met psychische problemen sterk is opgelopen in de UK, als gevolg van onder andere misschien betere detectie en meer sensibilisering in zaken deze problemen. En men beseft natuurlijk dat dat niet echt de weg vooruit is. We moeten ook, laten we zeggen, meer de mensen zelf gaan wapenen om effectief te kunnen ageren. En een belangrijke beleidsaanbeveling van de NHS in het Koninkrijk is de volgende. We moeten niet simpelweg alsmaar meer middelen injecteren in dat zorgsysteem. We moeten dingen beginnen anders te doen. We moeten mensen terug meer wapenen om zelf de regie over hun eigen leven, over hun eigen gezondheid in handen te nemen. Dat deden we vroeger ook natuurlijk, hè, heel lang geleden. Dat konden we toen zeer goed. Dat moeten we terug omarmen en terug waarmaken op het individuele niveau. Hiervoor moeten we anders nadenken over wat moet het zorgsysteem eigenlijk afleveren, hoe kunnen we mensen beter wapenen. Dus dingen anders gaan doen is een zeer belangrijk element in, laten we zeggen, hoe het toekomstige beleid in zaken mentale gezondheidszorg, maar ook collectieve veerkracht kan worden opgebouwd. Hè. Dus deze pistes worden nu geëxploiteerd en gaan zeker en vast belangrijke meerwaarde kunnen genereren op middellange en ook op korte termijn. In de wetenschappelijke literatuur over wat we nu kunnen doen om de geestelijke gezondheid bij jongeren te bevorderen, komen een paar conclusies. En eigenlijk de meest belangrijke conclusie is dat we zouden moeten in alle schoolsystemen werken aan emotionele, sociale en gedragsvaardigheden. Omdat dat zijn zeer belangrijke vaardigheden, zachte vaardigheden, die mensen nodig hebben, niet alleen in de jeugd, maar ook natuurlijk in hun later beroepsleven. Je hebt bijvoorbeeld vandaag belangrijke bedrijven die net ook werken aan de emotionele vaardigheden van hun personeel. Omdat wie niet kan samenwerken met andere mensen, die kan natuurlijk nooit echt goed ingepast worden in een bedrijf en die gaat ook veel minder goed renderen. En dus een warme school is een school met genoeg aandacht voor dat soort zachte vaardigheden. Laat die vaardigheden, laten we zeggen, ontwikkelen en bloeien in de loop van het schooltraject. En eigenlijk hierdoor geef je heel belangrijke toekomstperspectieven aan jongeren die natuurlijk altijd zoekende zijn en die zich moeten volledig ontwikkelen, niet alleen, laten we zeggen, puur cognitief, maar ook natuurlijk emotioneel. En eigenlijk wie daaraan werkt in de schoolcontext levert meer complete mensen af en die gaan waarschijnlijk sterker staan in de complexe maatschappij van de toekomst.